Goedendag, je mag ongelooflijk blij zijn dat je thuis zit, want het stinkt hier gelijk de pest. We mogen eigenlijk niet zeggen in welk bedrijf dat we zitten, maar je kunt het al raaien zeker. Een soort chemisch bedrijf, we draaien hier 3 nachten. Ferry en ik breken hier samen binnen in een bedrijf. Alles wat ze hier verwerken is kankerverwekkend. Dus wij gaan heel blij zijn dat we hier na 3 dagen klaar zijn. En voor de rest van de avond moet ik zo rondlopen. Dus als je mij zoekt, ik zit niet met dat masker op. Allee, de ferry ook. Maar die kun je herkennen, dat is eigenlijk dezelfde. We zijn met hetzelfde masker, maar met zo'n pens. Dat is de ferry. Ik krijg dus elke dag een enkelband. Dat weet ik ook eens wat voelt. De hele avond slapen, om de hoek kijken en drie woorden tekst. One of these nights. Hier is Tom Baas, die doet daar werkverschaffing voor jullie allemaal. En dit is hoe jullie hem belonen. Ongelooflijk. Tom Cruise, geef mij Tom Baas maar. Ik speel het best met Tom Baas, want tegen Tom Baas is hij kansloos. Snap je? Dus dat is ook niet leuk voor hem. Tom Baas. Niet verder vertellen, dat is de beste leuke man. Dan moet je niet tegen hem zeggen, wat je arrogant. Tres cervezas por favor. 2, 1, actie! Eerste vermoeidheid begint. Het is 8:30 s'avonds. Maar het is straks 9:00, een soort snelle hap voor de crew. En ik heb een verrassing, want ik ben vorige week verjaard en ik heb nog niets getrakteerd, dus ik heb limoncello en tonic bij. Dat is een hele lekkere keuze. En 80 bekertjes, coronaproof, dus voilà. Maar dat weet ze nog niet. Een limoncello en dan jus. Maar ik denk dat Frank en ik vlugger klaar zijn, want er is nog een hele scène tussen de nachtwaker en 2 security gasten en daar moeten we eigenlijk niet bij zijn. Behalve wegrijden met een kabinet. Maar we zijn nu de regisseur aan het bewerken om te zeggen, dat zie je toch niet. Ik kan er niet met anders mee rijden. Je hebt trouwens geen bivakmuts aan. Ja. Kwart na 11. Hey. Zo vaak kunnen geluld dat ik zelf ook naar huis mag. Dat is knap hoor. Ze hadden ons eigenlijk nog nodig om in die vrachtwagen te zitten, maar dat is een shot waar we toch niet in beeld zijn. Bivakmutsen aan, dus dat gaan ze met stand-ins doen. Dat gebeurt niet vaak, hè? Ik ben in grenslanders ingevlogen uit de Vogezen. Straatsburg, Brussel, en Zeeuws-Vlaanderen. Want er moest een scène gedraaid worden. Toen zat ik met een bivakmuts in een auto. Pas op. In een shot. Ja. Onder een kraan door in het pikken donker. Dat is betaald, hè? En daarna kon ik weer naar huis. Ach ja. Oh. Vroeg thuis.